Ben jij het ook beu om van die typische romantische boeken te lezen? Dan is Raak me dan, als je kan, van Siska Goumine het perfecte boek voor jou. Dit boek is een jeugdroman over de smalle grens tussen vriendschap en eenzaamheid. Rune is het hoofdpersonage in het verhaal. Ze heeft bruin krullend haar en is zeer nieuwsgierig. Haar leeftijd wordt in het boek niet vermeld, maar we weten dat ze een tiener is. Rune heeft een vader die in de gevangenis is beland. Overal waar ze komt, vallen gesprekken stil en wordt er over haar gepraat. Daardoor verhuizen zij en haar moeder naar het strand, voor een nieuw begin. In het begin was Rune wel zeer verdrietig dat ze de stad moest verlaten. Maar ze was wel blij dat ze de roddels eindelijk zou vergeten. Als ze op het strand belandt, ontmoet ze een jongen, Simon, die eerst zeer onaangenaam leek, maar na enkele dagen raakt ze bevriend met hem. Ze worden beste vrienden. Ze vertellen elkaar alles en troosten elkaar tijdens moeilijke momenten. Rune en Simon zijn erg verschillend. Toch zoeken de twee eenzame jongeren elkaar steeds weer op. Maar op een dag drijft een drastische daad van Simon hen uit elkaar. Wil jij weten wat er was gebeurd? En als ze elkaar toch terug hebben gevonden? Lees dan dit boek dat je in Bieb Beersel kan vinden. Toen ik dit boek leesde, voelde ik me alsof ik zelf het verhaal meemaakte. Het was niet een van die typische romantische boeken van 500 pagina's. Het was een realistisch boek. En een zeer goed geschreven boek, dat mijn aandacht kon houden. Ik lees niet echt zo graag. Omdat ik me niet goed kan concentreren, begrijp ik nooit wat ik lees. En moet ik vaak dezelfde pagina 2 of 3 keer teruglezen. Maar met dit boek viel het zeer goed mee. En kon ik het verhaal zelfs inbeelden in mijn hoofd. Wat ik leerde uit dit boek is dat ik met woorden of acties iemand zeer hard kan kwetsen en dat liefde of vriendschap niet altijd perfect is. Ik hoop dat jullie dit boek ook zullen lezen en dank u voor het luisteren.